Ik heb hier een hele leuke foto van Donald Trump. Die is bewerkt met een nieuwe app. Meitu heet die app. Dat is een Chinese app. En die is nu in één keer rete populair op social media. Op Twitter zie ik hem heel vaak voorbij komen. Op Facebook, et cetera. En wat doet die app? Het is in feite een soort van Instagram filtertje. Dan pak je een foto. Je maakt een foto of je pakt een uit je bibliotheek. En dan kun je er allerlei filters overheen doen. En dan kun je dus hele leuke Aziatische geschilderde versies van jouw foto's maken. Dus dat is hartstikke leuk. Hij ziet er goed uit. Ja, eindelijk ziet Trump er eens een beetje goed uit. Het vergt wel een Chinese app, maar goed, dan heb je ook wat. Je ziet nu echt op social media dat een heleboel mensen... Het is ook een hartstikke leuke app. Het is een hartstikke leuk effect voor je foto's. Wordt massaal gedownload, nu ook in het Westen. Meitu bestond al een poosje, maar was vooral in China populair. Maar er zit alleen één dikke maar aan. En dat is dat Meitu nogal een beetje gretig is als het gaat om het verzamelen van jouw persoonlijke gegevens. Dus er wordt ergens geld verdiend. En hoe doet Meitu dit? En er zijn trouwens tal van gratis apps die dat doen. Die verzamelen privégegevens, jouw persoonlijke gegevens. Dus waar ben je? Ze kijken naar de telefoon die je hebt, naar het netwerk dat je gebruikt. Dus allemaal gegevens waardoor advertentienetwerken, want daar gaan die gegevens uiteindelijk heen, weten wat voor producten wil jij graag zien in de advertenties, zodat je daarop klikt en iets koopt. In dit geval gaan ze ook allemaal naar China. Wie weet wat er daar nog natuurlijk allemaal mee gebeurt. Met dit soort gratis apps is het altijd heel erg oppassen. Kijk naar waar die apps toegang tot hebben. Want die worden verstuurd naar plekken waar je eigenlijk niet van weet waar het terecht komt. Pas dus op.